speciaal was de huldiging net voor jou? Dit is, ja, ik weet niet of je het gezien hebt, maar dit is zo bijzonder. We konden het in Tokio niet vieren. En dan om hier zo onthaald te worden, met zoveel enthousiasme en al die mensen daar, ongekend. Echt ongekend. Ja, je familie is er. Dorian die kwam nog even via het scherm binnen. Ja, nee, dat zijn we gewend de laatste paar jaren. Gaat dat allemaal via het scherm en via online. Maar super dat hij er ook nu gewoon weer bij is en dat hij zulke mooie woorden zegt. Ik was wel een beetje ontroerd daar. Dat deed me echt wel wat. Het is echt geweldig. Kippenvel nog steeds. Ja. Ja, want er zijn jullie in Japan. Normaal heb je natuurlijk dat Holland Heineken huis, maar dat staat er. Dat was er natuurlijk niet. Hoe heb je het daar aangepakt? Nou ja, het is vooral voor ons heel onwennig. We komen net aan vanuit Japan, mondkapjes op, strenge regels. En ineens komen we thuis en is het eigenlijk als van ouds een feestje bouwen. Hè. Geweldig, de sponsors hebben het hier geweldig gedaan. Team NL en Nederlands Loterij. En dit is toch wel, het winnen is leuk, maar het vieren helemaal met de mensen zo is nog vele malen leuker. Ja, je blauwe haar is inmiddels weg. Ik las ergens dat je van plan bent om misschien met een matje te gaan surfen de volgende keer als eerbetoon aan je coach. Ja, maar dat zal het komende jaar waarschijnlijk nog niet gebeuren. Want zoals je ziet moet het dan nog even flink aangroeien. Maar ja, het is een van de opties inderdaad. Het is voor mijn volgende haircut, hairstyle, om een eerbetoon naar Aaron te gaan doen. En dan moet ik wel even aan de bak met het uitgroeien. Maar doe je dan zo'n kort van boven en dan een hele lange mat? Wat je in Amerika vroeger ook veel zag? Ja, als je een paar foto's van Aaron zag, dan zat er best wel wat haar achter op zijn hoofd. Dus ik moet even sparen, maar we hebben nog 3 jaar tot Parijs. Dus we kunnen een serieuze mat gaan laten groeien. Maar misschien wordt het wat anders. Hè? Dat 3 jaar is lang om heel veel inspiratie te vinden. Maar dit is zeker een van de opties en ik vind het een hele mooie. Wat een gigantisch succes. Ja, ik kan niet anders omschrijven dan een succes. Ik heb alleen maar gewonnen. En vooral gewoon heel mooi dat het bevestigd is van de afgelopen jaren. En ik ben er zo trots op. En ik geloof het nog steeds niet helemaal. Ik hoorde je coach net op het podium zeggen dat je in het begin een beetje luiig was. Ja, ben ik stiekem nog steeds wel. Maar niet als het met zwemmen aankomt. Eromheen wel. En ik heb hier nu echt heel hard voor gewerkt. Ik was niet het grootste talent vroeger. Ik ben op vrij late leeftijd in het nationaal team gekomen. En ik ben gewoon daar doorheen gerold. Ik heb een geweldig opleiding gehad. En samen met mijn coach, die heeft me flink uitgedaagd. Geweldige voorbereiding gehad en mooi bekroond.